Ik heb nou twee pakketjes gekregen. Ik ben wel benieuwd wat erin zit. Dit is één. Oh, ik stil bij de kerstboom op. Ongelooflijk. Wat een pakket, jongens. Oh. Ik weet misschien wat het is. Tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker, lekker koffie gedronken. Zoals altijd, hoe ik altijd wakker. Maar ik ben nu richting mijn werk toe. Ga ik lekker werken. Wat ik elke dag doe natuurlijk. Het is niet verrassend. Maar ja, dan gaan we weer werken. En ik lag gisteravond lekker in mijn bed. Word ik 11:30 wakker gebeld door Rick. Ik denk, jongens, Rick, ik wil slapen. Je moet een uur of 5 al uit bed. Dus, nou ja, ik ben een beetje moe nog, maar ja, maakt niet uit. Ik ga nu lekker werken. En misschien dat ik morgen wel nog goed in slaap val. Vanavond, om zo te zeggen. Dus, maar we gaan het morgen wel zien. Allemaal. In ieder geval nu weer richting werk en dan ga ik lekker werken. Let's go. En ik ben nu thuis gekomen, heerlijk jas uit. Lekker mooie komst. En dan ga ik nu lekker maar... wachten, want zo meteen komt dat post wel binnen. Ik ben benieuwd wat het is. Ja, ik weet het dan wel eigenlijk al. Maar jullie nog niet. Maar, dat hadden jullie net gemist. Kanja zit weer op mijn stoel. En ik ga even lekker een lichtje aanzetten. Van de kerstboom. En van de lichtjes daar zo. En even lekker mijn werk leren uitdoen. Zetten jullie even neer. Hoppakee. Gelukkig lekker thuis, koffie zetten en even eten ook nog. Hier is even lekker mijn werkkleren uit. Zo, die is uit. Hoppakee. En dan ga ik die bandje weer omdoen. Hoppakee. En dan ben ik weer normaal. Wat ik altijd trouwens noem. Tenminste, iemand anders doen dat ik best wel vroeger kende. Die noemen altijd ook werkkleren trouwens apenpak. Ik vind het zo geniaal naam. Maar ik kan je wel eten natuurlijk. Ga ik even een beetje broekjes geven. Vind je vast wel lekker. En ik moet sowieso naar de winkel vandaag. Voor twee dingen. Dus eten van Kanja. Ik ben net achtergekomen dat hij op is. Dus moet ik vandaag weer nieuw halen voor je jongen. Alsjeblieft. Ik heb nou twee pakketjes gekregen. Ik ben wel benieuwd wat erin zit. Dit is één. Oh, ik stil bij de kerstboom op. Ongelooflijk. Wat een pakket, jongens. Oh. Ik weet misschien wat het is, maar ik weet niet zeker. Kijk hoor. Ja. Oké. Okay. Heel groot doos, hè? Even serieus, mensen. En het is dit. En het is een statief, denk ik. Want die had ik besteld. Want ik had statief besteld. Oh, dat kan ik ook meenemen en zo. Oh, dat is makkelijk. Oh, dat ga ik helemaal uitpakken. Ik ga hem over een keer gebruiken ook nog. Kijk dan. Ik vraag alleen af. Ik zit te kijken. Hoe blijft dat staan? Maar dan ga ik even uitzoeken hoe dat allemaal werkt. Dat is één dus. En de volgende is... ik leg die even weg. Nog een pakketje. En dan kan ik een beetje meer naar voren schuiven. Gelukkig. Kijk waar de... ah, ik moet alleen een mesje bij hebben. En die ligt er toevallig hier eentje. Ik ben benieuwd wat dit is. Oh. En ik had natuurlijk aangekondigd dat ik een pakketje krijg. En ik weet dat het gevaarlijk is, daar naartoe. Maar ik heb niet aan het stilstaan. Zo, kijk wat dit is. Hè? Voor Sander. En ik zit de kaart erbij. Dus dit is gewoon... een verrassing iets. Kijk wat er in die kaart staat. Heel erg bedankt. Lieve Sander, heel erg bedankt voor je vlog rond gezond eten. Groetjes Sarah, Rona
Ruben, Robbie, Louise, Mike en Roos. Nou, ik heb jullie kaart binnengekregen. En wat zit er allemaal in? Is proper chips. En Plef, Kroos. Ik weet niet wat dit is, maar... Laat even iets in de reactie, maar ik heb dat nooit op. Deze dus. En ongezond fruit notenmix. Ja, dat zijn nou allemaal gezonde dingen natuurlijk. En fruitrolls. Ook nog. Ja, in ieder geval... Rona, Robin, Sarah, Mike, Ruby, Louise en Roos, bedankt voor dit pakketje. Ik had anders verwacht wat ik zou krijgen, want ik had 2 pakketjes besteld. Er was een statief en nog iets. Maar dat gaan jullie waarschijnlijk binnenkort wel zien. En in ieder geval deze ga ik een plekje geven. Dankjewel de kaart en deze lekkere dingen. Maar ik statief ga ik even kijken hoe dat zit. Want dat weet ik niet helemaal. Want ik zit al aan de achterkant de hele tijd te draaien. Want er zit hier iets, denk ik. Ik denk dat hij wel heel erg hoog kan. Namelijk. Zo! De knijters! Ik ga even achterkomen hoe dat zit. Ja, Vander, maar hoe krijg je aan die pakketje? Nou, dat zit zo. Check maar even deze vlog. Waar ik juist ga over hebben is over wat eigenlijk belangrijk is. Gezond eten. Hoe ik bezig ben om gezond en te bewegen is omdat hoe ik het doe is ik loop sowieso al naar mijn werk. Als ik fiets nodig heb. Ik probeer het meest mogelijk te bewegen om zo te zeggen. En gezond te eten. En voor mensen die weten, ik werk zelf in de supermarkt en dan is het moeilijk om eigenlijk de scheiding op te houden. Ik denk dat met mensen met lichaamsbeperking, als ik goed heb of fout heb, laat even weten in de reactie. Maar mijn punt is, als ik in de supermarkt loop, ik ben al winkelen bijvoorbeeld, dan ga ik eigenlijk meestal naar ongezond. En dat is eigenlijk niet goed. Maar, en dan sla ik eigenlijk... vrijheid over, maar eigenlijk is het eigenlijk weet ik van mezelf is echt enorm belangrijk om fruit te eten, om gezond te eten. Dat wil ik even meegeven. En ik eet eigenlijk in principe, zeg ik gewoon letterlijk eerlijk tegen jullie, niet genoeg fruit of gezond wel in ieder geval. Ik beweeg veel, want ik ga wakker worden. Nou, dan loop ik al veel. Ik loop naar mijn werk, loop ik ook al veel. Wat vind ik het lekkerste om gezond te eten? Ik vind spinazie lekker. Dus super gezond. Boontjes. Bruine. Ik lust eigenlijk bijna alles. Letterlijk alles. Alleen wat ik niet echt lekker vind is... hoe noem je die ook alweer? Ik kan alleen even niet op de naam. En wat ik eigenlijk van lekker van ongezond is sowieso borrelnootjes, chips. En tuurlijk, dat mag af en toe eens. En dat is helemaal niet slecht. En het is denk ik wel moeilijk om de scheiding om te houden, denk ik. Lijkt mij in ieder geval. Wat mij gezond willen eten of zo willen proberen, eigenlijk letterlijk alles. Want ik ben een type. Ik probeer alles... uit te proberen. En dat is altijd goed. Dingen uitproberen ben ik sowieso van. Maakt niet uit wat het is. Want ik vind, en heb ik uit ervaring geleerd, als je nooit iets probeert, kan ik aan jullie meegeven, als jij iets nooit geprobeerd hebt om te eten, dan kan je niet zeggen van ik vind het lekker of wel lekker. Dus altijd het belangrijkste is, probeer altijd iets te eten wat je niet lekker vindt. Wat ik nog nooit gegeten heb, en wat ik nog nooit gegeten heb daarvan. Dat is... Ik heb bijna alles gegeten. Wat eigenlijk kan verzinnen. Ik zou niet in me opkomen van... Ja, dat zou ik proberen. Of dat zou ik proberen. Nee. Ik ben ook altijd... Heb ik een boek gekregen. Voor mensen die het weten natuurlijk. Heb ik een boek gekregen van een klant met groenten.
Want ik doe qua beweging zoveel mogelijk naar mijn werk lopen. Of veel eigenlijk te lopen. Eigenlijk is sporten belangrijk, maar ik ben zelf geen sportliefhebber. Als het niet nodig is om een trein te pakken, dan pak ik geen trein, maar dan pak ik gewoon een fiets. Maar het meeste ben ik aan het lopen. Bijna elke dag, heel veel mensen weten het, ik loop elke dag. Ik loop meestal alleen trouwens, als ik aan het lopen ben, maar af en toe, af en toe loop ik wel eens met Rick. Of ik probeer als een fiets te pakken, maar momenteel is mijn fiets niet echt heel, om zo te zeggen. Ik heb een lekker band namelijk. Of ik ga eigenlijk nooit naar sportschool, maar ik zit wel over na zitten denken om naar sportschool te gaan. En ik kan je vertellen, er komt wel iets leuks aan over. Want daar ga ik het binnenkort over hebben. En ik heb zelf op voetbal gezeten. Waarom ik daar nou van af, en ik ben daar nu vanaf. En waarom ben ik daar van af? Omdat ik met mijn school toen zat, dat het een beetje te druk van me werd. Want mensen met een beperking kan niet snel. Sommige mensen kunnen tegen druk, maar sommige ook weer niet. En dat was voor mij, sporten was voor mij te veel druk. En ik ben niet van training, ik ben zelf gewoon van voetballen een tijdje zelf. En dat vind ik veel leuker en ja, dan beweeg ik wel. Als een keer leuk is om een keer potje voetballen, vind ik altijd leuk. Een belangrijke tip om gezond te eten, doe afwisselend. Gezond of ongezond, maar want dat is het allerbelangrijkste. En ik gooi je vast een link hier beneden in beschrijving van voedselcentrum. Kun je dat allemaal volgen, staat hier beneden in beschrijving. Kun je er meer over weten. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden in ieder geval. Laat me weten wat jullie hiervan vinden. Het is het allerbelangrijkste. Eet gezond. Dit wil ik jullie meedelen. Dit wil ik over hebben. En dat is ook wel wat ik wil vertellen. Ik hoop dat jullie er in ieder geval iets aan hebben. De allerbelangrijkste natuurlijk. Eet gezond. Want vooral dit tijd is het heel erg belangrijk om gezond te eten. Ja, daar gaat het dus over. Daardoor kreeg ik die pakketje wat in deze doos zit. Namelijk. En er zit er gewoon echt letterlijk een pakketje tussen. Maar ik denk van, dit heb ik nog nooit gegeten. Maar het lijkt mij wel interessant om een keer te proeven. Misschien kunnen we daar een keer een video over maken. Dat ik ga proeven wat ik ervan vind. En ja. Dus dat. En ik vond het wel lief in ieder geval dat ze dat even naar me sturen. En ja, ik zie ineens naar buiten te kijken nu ineens. Ineens heftige, heerlijke, mooie. De zon die schijnt. Hoe mooi is dat? De lucht is heel mooi. Door de zon is de lucht zo mooi aan het worden. Maar alleen de zon is wel scherp, dat is het enigste. Maar ja, dat maakt niet uit. En lekker muziekje luisteren. En lekker relaxen achter de computer. Zo, wat ik nu ga doen is even lekker vast rolgordijnen dicht door mijn band. Ik ga een beetje klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Maar tussentijd wil ik even één ding zeggen. Ik zag ineens op YouTube bijkomen en zag ik dat Milan Knol een nummer heeft gemaakt en dat is dit liedje. Ik was altijd te laat voordat de les begon. En dan ging ik niet heen, want ik zat in de zon. Was de leraar weer kwaad, door mijn te grote mond. En dan ging ik niet heen, want ik zat in de zon. Wow, ze dacht eigenlijk mij niet meer. Dat is toch super mooi. Ik vind hem echt super dope nummer. Lekkere nummertje. Wil je hem helemaal luisteren? Check even op zijn YouTube kanaal Milan Knol. Dus wil ik even vast aanbieden. En ik ga dan nu even lekker relaxen. En dan lekker mijn bedje induiken. En gelijk ook de vlog afsluiten. Want dan, ja, ik ga lekker mijn bedje in daarna.
Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het toch zijn als je hier beneden even abonneert. En zeg ik vast veel kijken voor je groene nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik bij laters. Ik weet niet of jullie al iets van gehoord hebben of last van gehad. Dat op 14 december storing was op YouTube of wat. Er was iets aangaande. Maar ja, als het goed is als jullie nu kijken is het dan al opgelost. Maar